naast de middenlijn. Maar dat staat wel mooi stil, een 6. Hier is ook een 7. Geen moest dan verder, ja. Ja. Ik moest eigenlijk hier staan. Hè. We staan hier bij opgeven, bedoel je? Mm-hmm. Mm-hmm, klopt. Even bijzetten. Het andere deel is een 6.6. Ja, 6 voor 8. Mm-hmm. 9, de gebroken lijn. Dit is stroomverlies bij die kant eraan. De 9, dat is een 5. Hakkelt wat, is niet mooi. De middengalop, dat is een 6. Verruimt wel, maar. De takt is weg op die volte ook, dus een 5. Het 11. De sprong moet gaan behouden. Staan. Ze draait te snel, dat is een 4. Maar in de takt van de beweging blijven, staat er maar even bij. Ja. Echt niet leuk. Nou, dit is een puntje hoger. Nou, eigenlijk 2, een 6. Rechterhand. Ja. Dat is ja. Ook weer zo'n loos overpunt, toch? Ja, daar krijg je dan een punt voor. Ja. Een 6. Kun je ook niet veel mee. Klop rechts aan springen en 6, laat ik niet aan zien. De contra. Onderdelen in die galop zijn niet sterk bij haar. Nee. Dat is jammer. Dus die contra is ook een 6.17. Nog iets meer sprong houden. Dit is die middengalop. En 6. De 9 komt ook een 6. Verzamel de stap een 6. En arbeidsdrap een 7. Halve valt DX. Nu zit ze wel op de middellijn. Dus je halve zit halve baan, had het dan goed, een 7? Ja, dus staponderdelen. 6, drafonderdelen een 6, de galoponderdelen een 5, de impuls en de verzameling een 6,
die galoponderdelen, mag je nog even bijzetten, dat in die jaren 5, dat de takt en de, de takt van de galopsprong erin moet blijven. Dat kan het ook toelichten. Dus dan moet ze in de training wat meer op letten. Heeft ook met een aangevigheid te maken van de paard. Je hebt ook iets onderhalds, waarbij takt en daartussen haakjes de nagevelijkheid, hij de aanknopingspunt. Hij heeft een beetje onderhals. Dan wordt dan in de training, dat is het gevaar. Je kunt het zo zien als hij daar stapt. De onderhalsspier wordt op, is bijna zwaarder als de bovenhalsspier. En als je in de training je paard te veel steeds daar houdt, dan je moet hem over die rug houden. Ja. Lage train. Ja. Dat, ja. Maar ja, je moet ook oprichting hebben, maar de oprichting moet komen door lastigheid en sluitwerk. Dus even kijken. 27. Het rechtgericht ontspannen aanleiding gaande paard. Het is een ontspanning is er wel. Aanleuning, ja, een mooie stille aanleuning, dat wel, maar niet de juiste aanleuning. Ja. En dat wil ik wel even toelichten. Dat is een 6, maar nog niet genoeg de boven, beetje een strakke aanleuning, laat ik zo bezorgen. Niet los genoeg, knabbelend. En dat zit dan een beetje in een nek- en kaakgewricht. De houding zit van de Amazone is een 7. En rijvaardig effect van de hulp maal 2, dat is een 6. Oh, nou, daar hebben we 4 gehad, hè? Mm-hmm. Oké. Okay. 181.